De 29-jarige politieman Donovan Amatohar is vanochtend met zijn 24-jarige vrouw Siomara en hun twee peuters Atifa en Tafik omgekomen in een woningbrand. De kinderen zijn 3 en 1 jaar. De brand vond plaats aan de Rebergweg te Tamanrejo. Toen de brandweer aankwam, stond het huis in lichterlaaie. De brandweer kon slechts nablussingswerkzaamheden verrichten. In de afgebrande woning stuitte de politie op de 4 verkoolde lijken. Brandweervoorlichter Alten Pinas geeft aan dat de oorzaak van de brand nog niet bekend is. Hij vindt het wel vreemd dat niemand uit de woning is gegaan terwijl het niet met dievenijzer beveiligd was. De moeder en de twee kinderen lagen op het bed en de vader lag op de vloer. Het gaat in deze om een huurwoning die niet tegen brand verzekerd was.